We hebben verschrikkelijk veel aanscholvers. Is het vooral de kunst om je goed te laten voeden? Ik zal altijd aangezien worden als het zusje van Jan Smit. Alle zielige types die dachten, laten we die Rob van Hulst maar schrijven. En dan zag je echt die haai wegzwemmen. Maar ik werd niet gevraagd voor filmen en televisie, zo eenvoudig is het. Welkom bij het gesprek uit de regio. We zijn vandaag in het kleine plaatsje Hem, vlakbij de IJsselmeren. Ja, dat klopt. Ik praat vandaag met Klazien Bregman en jij bent eigenlijk enigszins een bekende Nederlander geworden. In 2006 deed je mee aan het programma Groeten uit de Rimboe. Ja, dat klopt. Mijn dochter die deed toen de HAVO-examen en die zat op de computer te wachten. Kijken naar uitslagen en toetsingen. En die zegt op een gegeven moment, mam, ze vragen met spoed een gezin voor Groeten uit de Rimboe. Zal ik ons opgeven? Ik was met mijn eigen schoolwerk bezig. Dus ik zeg, ah joh. Want jij bent lerares? Ja, ik ben juf op de Meester Spichtschool. Ja. Dus ik denk, ah joh, tijd dodend, doe maar. En toen kreeg ze al heel snel een mail terug. Of ze foto's wilden sturen. En toen kregen we later te horen, een normaal gezin die stuurt gewoon één wazige foto. En Noor die had er 37 in een mapje geklapt. Ja, en het zijn natuurlijk 5 dochters die je hebt. Ja. Dus dat zou de televisieproducent ook wel leuk hebben gevonden. Zo'n groot gezin met allemaal meiden en zo. Dat was dus het punt. Ze zochten een gezin van 5 personen. Dus 3 kinderen en ouders. En dat schreven ze ook terug. Je realiseert je toch wel dat we een gezin van 5 zoeken. Maar probeer het gewoon. Dus dat zij die foto's had heen gestuurd, die 37 stuks. Kermisfoto's en oranjefeest hier natuurlijk. En allemaal malote foto's, duikbrillen op. Dat vonden ze blijkbaar wel leuk, want jullie zijn er toen geworden. Ja. Hoe hoorde je dat nieuws toen? En dacht je toen ook niet van, waar gaan we aan beginnen? Mijn ouders die waren eigenlijk, ze hadden zoiets van, waar begin je godsnaam aan? En straks raak je arbeidsongeschikt en wat doe je je kinderen aan? Dus die sprak me een beetje, die gaf me gewoon die angst van, mijn hemel, waar begin ik aan? En het punt was dat op een gegeven moment kwamen ze ook het contract moest ondertekend worden. En we zetten ons handtekening. Je leest allemaal dingen waar je geen weet van hebt. Toen zei een tante van ons, je hebt dat contract al wel 2 dagen laten liggen, want die heeft rechten gestudeerd. En toen dacht ik, oh mijn hemel, wat heb ik in godsnaam ondertekend? Ik denk, straks zit je ergens aan vast, moet je iets doen? Ik zag al ravijnen voor me. Ja. Maar ik heb aan de andere kant een zwager en die zei van, fantastisch. En die was enthousiast, die had wel meegewild. Ja, het is natuurlijk het onzekere. Je weet niet wat je tegemoet gaat. Ja. Jullie zijn uiteindelijk naar Papua Nieuw-Guinea gegaan. Ja. Wat is de naam van de stam? De Haggahai zijn we naartoe gegaan. Ja. En de Haggahai die wonen in de Highlands. En ja, bij Mount Hagen was het dus omhoog. Ik weet dus zelf, als ik het aan moet wijzen op de kaart, weet ik nog niet precies waar we gezeten hebben. Maar je zit echt ver van de bewoonde wereld. Je kan er met een vliegtuig komen en al moet je het lopen, dan denk ik dat je wel 3 dagen toch onderweg bent. Ja. Hoe was nou het eerste contact? Hè? Jullie kwamen daar aan. 5 dochters, je man. Hoe was het eerste contact met die stamleden? Niemand durfde voorop, hè. Dus op een gegeven moment dacht ik, nou dan ga ik wel om het hoekje van het huisje kijken. Ja, en daar kwamen dus wat mensen uit. En ze waren eigenlijk gelijk spontaan en blij en praten. Dan is het ijs wel gebroken. Want dat wij in Mount Hagen kwamen, was dat die hele bevolking die moeilijk contact te krijgen. Als ze maar een glimlach geven, dan is het contact gelegd. Ja. Dus je weet niet wat je te wachten staat. Maar dat dus die begroeting zo hartelijk was en de mensen uit het bos kwamen. Was het ijs wel vrij snel gebroken? Het ijs gebroken, ja. Wat me altijd opvalt bij het programma, het is altijd heel erg leuk vind ik om te zien, omdat het echte televisie is. Maar het is natuurlijk allemaal ondertiteld, maar ter plekke bij jullie hebben jullie natuurlijk een tolk. Dat hadden we dus niet. Nee, hoe werkt het dan? Hoe kun je communiceren? Dat was dus echt met handen. Kijk, er was daar een tolk, kwamen op een gegeven moment achter. Maar je bent al snel uitgepraat als je alleen met handen moet communiceren, zou je zeggen. Onze meiden hadden op dat moment allemaal een beugel. En dan zitten ze dus te kijken en ze met die handen zo. En dan probeer je dus uit te leggen wat er aan de hand is, waarom ze die beugel hebben. Maar hoe leg je dat uit met handen en voeten? De tanden. Er was namelijk een vrouw die had haar tanden kapot gekauwd op suikerriet. En dat was Neale.
Dus we wezen naar de tand en ja, dat het mooi, ja, je doet echt met je handen. Ja. En ook als er wat gebeurd was 's nachts, want zo hadden we dokter Harmsen mee. Dat was een arts die ons elke avond controleerde op wondjes, want het ontsteekt daar gewoon erg snel met de warmte. Die was dus op een gegeven moment 's nachts meegeroepen naar een stam dichtbij. En er was daar wat gebeurd en je probeert dus te vragen van waarom dat rumoer was. Ja, en dan op een gegeven moment krijg je dus de cameraman op visite en die vertelt dan wat er dus aan de hand is geweest. Ja. Want je kon me niet achter. Ik wilde dus ook maar uiteindelijk kwam er wel een tolk, neem ik aan. Nee, niet met ons. Nee, dat hebben wij dus nooit gehad. Hoe lang zijn jullie daar dan geweest? 2 augustus vlogen we heen en 25 augustus waren we weer terug in Nederland. Ja, dus je zit wel meer dan 3 weken met mensen te communiceren, ja, waarmee je eigenlijk niet kan praten, maar puur gewoon gebarentaal. Ja, ja, het is echt handen- en voetenwerk. En je kan ook aan de ogen goed zien, hè, aan het gezicht, of ze een geintje maken of dat ze geïnteresseerd zijn. Ja. Ik gebruikte al vrij snel de namen van die mensen. Ja, ja, het is echt. Wat heel veel mensen zich ook afvragen, hoe gaat het nu precies in zijn werk? Hè? Dat is natuurlijk een televisieproductie. Is het nou een echte stam waar je in terechtkomt? Of wordt dat gewoon bij elkaar geplukt van verschillende mensen die ze gewoon daar neerzetten in een dorp en dan zeggen ze van dit is een stam? Wij hadden dus begrepen, op een gegeven moment we waren terug en die mensen zaten hier bij ons aan tafel en de tolk konden we toen spreken. En die tolk heeft ons toen uitgelegd dat ze waren benaderd door iemand van iWorks. Dat was dus dat is zo'n planner of iemand die dus daar het gebied uitkampt om een goede stam te zoeken. En die vroegen aan die mensen of ze dus mensen bereid konden vinden om dus als stam te fungeren. En Dus toch als stam te fungeren. Dus ze zochten dan toch bijna een soort casting van wat stamleden. Wel natuurlijk mensen die daar wonen in dat gebied. Maar ze wilden, ik denk dat het hun erom ging dat ze dus mensen wilden hebben die dus, of betrouwbaar, dat ze met gewoon goede mensen in zee gingen. Ja. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben dus een neef van een vertaler, een nicht en een broer en kinderen. Maar het is niet zo dat dus de leefwijze in scène is gezet. Want je zag dat we dus omhoog moesten klimmen op die berg. Kwam je gewoon een aantal van die hutjes tegen. Omheind, net als waar wij zaten. Dus dat is dus niet in scène gezet. Die hutjes stonden er wel. Maar worden dan die familieleden gewoon in dat hutje tijdelijk geplaatst voor de productie van het televisieprogramma? Nee. De leefwijze zoals wij dus mee hebben gemaakt, dat is dus wel degelijk zoals ze het gezien hebben. Ja. Alleen of ze echt dus in die rieten rokjes altijd lopen, dat durf ik dus niet te zeggen. Want dat wij dus weggingen kwam dus uit de hele omgeving. Wij zijn dus geland op Memoesi. En rond die airstrip, daar heb je dus gewoon een aantal van die grote bergen. En ja, daar leven de Hagahai. En al die mensen komen dan, als er een vliegtuigje komt, komen ze daar naartoe. Ja, en daar lopen dus mensen met kapotte t-shirten, hele oude rokken. Mm-hmm. Er zijn mensen die klappen een t-shirt, die mannen een t-shirt voor hun zaakje in plaats van zo'n geweefde lap. Dus er is een ommezwaai aan de gang daar. Ja. Even een heel klein uitstapje, want we lopen hier in Hem. Ik zie daar zo'n mooi paard daar in de achtergrond. Wat is dat voor paard? Ik ben even nieuwsgierig. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik weet het dus niet. Dat paard is gemaakt door, dacht ik, een kunstenares. Ja. Tony Gerlach. Okay. Een kunstenaar dus. Maar er heeft hier dus ooit een kerk gestaan en het schip is eraf gehaald. En dat kan je dus lopen op een tegelpaadje. Dat is een heel oud kerkje hier ook, hè? Ja, maar je vraagt me nu heel veel over de geschiedenis van. Nou, 2 vragen hoor. En daar hou ik het bij, want we gaan dan weer terug switchen naar Papua Nieuw-Guinea. Jullie waren daar bij die stam, 2006 waren jullie daar. Wat is je nou het meeste
bijgebleven in die tijd, hè, dat je die je daar hebt doorgebracht? Wat vond je het meest bijzondere? De vriendelijkheid, de warmte. Ze hebben ontzettend goede meiden geholpen en gesteund. De simpelheid waar ze mee, waar ze in leven. Ja. Ze zijn heel tevreden op het stukje waar ze wonen. Wat heb je nou geleerd, hè, van die periode daar? Je bent er maar 3 weken geweest, op zich een korte periode. Maar je wordt toch helemaal ondergedompeld in een hele andere cultuur. Ik kan me voorstellen dat je dan toch iets daarvan meeneemt. Nou, weet je, het punt is, die mensen die redden zich daar zelf met het woud. Leven daar met de stand van de zon. Ze zijn tevreden met wat ze hebben. Toen zijn we op een gegeven moment in Port Moresby geweest. En daar mochten we dus met in een gesloten taxi mochten we rondrijden. Daar is een hele hoop criminaliteit. De arme mensen gaan naar Port Moresby in de hoop dat ze dus daar een beter leven krijgen. Die mensen zien de rijkdom, maar die kunnen er dus niet aan tippen. En dat is best wel heel triest om te zien, want die vervallen dus in criminaliteit. Ja, maar wat heb je er zelf van geleerd, van de ervaring, zeg maar, daar? Nou ja, tevreden zijn met eigenlijk met wat minder. Dat we terugkwamen in Nederland, dan zie je dus de supermarkten volstaan met allemaal soorten jam en pindakaas en hagelslag. Ja, en we hadden daar water. Geen eens koffie, dat was heel erg. Dat vond ik eigenlijk wel heel jammer. Dan merk je een beetje waar je toch afhankelijk van bent. Ja, dat je eigenlijk met heel weinig toe kan. En dan denk je van, ik ga dat thuis, ik ga gewoon geen frisdranken meer kopen. En dat, je redt het gewoon niet. Nee. Op een gegeven moment is de stam natuurlijk ook naar Nederland gekomen, in januari 2007. Ja. Dan liepen ze hier ook gewoon door het plaatsje Hem. Ja, dat ze net aankwamen, moesten ze gelijk in bedrijf. Dat is de attractie van het dorp. En toen zijn we op de fiets gegaan. Al die meiden op een fiets, al die mannen achterop. Dat was wel heel erg leuk. Wat is je nou het meest bijgebleven van hun bezoek hier in Hem? Nou ja, de ziekte van Naomi. Die was op een gegeven moment flauwgevallen. Die is naar het ziekenhuis gebracht. En er bleek dus achteraf wat met de nieren te zijn. En er zit iets in de bloed, wat dus niet goed is. Sinale had er meegenomen, want hij wilde dus eigenlijk dat ze hier onderzocht zou worden in het ziekenhuis. Want hij wist dat er wat met haar was. En het is een ziekte, denken zij, waar ze aan doodgaan. En dokter Harms uit Horen, die is nog in huis geweest om mij ook te vertellen dat het alleen maar gordelroos is wat die mensen hebben. Waardoor hun weerstand zo verzwakt. En dat ze dus eigenlijk aan een niemendalletje doodgaan. Ja. Of een niemendalletje, een longontsteking of een infectie. En dat is eigenlijk best wel ontzettend triest. Dat er evengoed daar nog zoveel mensen doodgaan. Aan hele kleine dingen eigenlijk. Ja, en dan denk ik, ja, ik ben een leek. Maar dan denk ik, gordelroos is een infectie van een herpesvirus. En denk ik, als zou je daar iets mee kunnen? Of vrouwen die na een bevalling doodgaan omdat dus de placenta blijft zitten. Want daar is die dokter toen voor weggeroepen. Mensen met polio. Memisa heeft daar dus toen een actie voor gehad. Lopen voor een prikkie. Dus eigenlijk zijn wij dus dan met praatjes bij de vrouwenbonden. We willen wat meer de aandacht daar vestigen. En dat is dan gebeurt natuurlijk naar aanleiding van je hele reis. Ja. En dan willen we eigenlijk toch ter zijne tijd zelf ons geld daarheen brengen. Want het contact is er dus niet. Jullie hebben geen contact meer met de mensen? Ik probeerde dat wel. Ik heb een aantal brieven gestuurd. Ik heb ook tekeningen laten maken door kinderen van de school. Precies, want brieven sturen, je kunt weinig schrijven natuurlijk. Want ze kunnen toch niet lezen. Maar die twee vertalers, Jack en Benjamin, die kunnen dus lezen en schrijven. Maar we krijgen dus niks meer terug. Dus ja. Als je dus die kant uitgaat, weet je niet of ze er dus nog zijn. Nee, maar het is natuurlijk ook een hele andere structuur. Het is niet zoiets als een postbode die daar eventjes een huis een brief komt afgeven. We sturen dus naar Mount Hagen. Dat is dus zo'n verzamelpunt. En daar heb je dus allemaal van die boksen. En dan heb je Haggai area. En nou ja, daar heb je dus nog allemaal boksen met. Daar heb ik dus niet onthouden, want dat interesseerde me dus op dat moment. Maar je zegt dus van op een dag zou je nog wel eens een keer terug willen om geld te geven. Maar worden ze daar nou gelukkiger van, denk je, als je daar aan hun geld zou geven? Ze zijn er zelf heel blij mee, want Jack die geeft dus les. Wie is Jack? Jack is dus onder andere een vertaler, is okay. Lid van de Haggahai, is een stamlid. Die is dus geholpen door de baptisten, die is dus onderwezen.
Hij kan er wel iets mee met dat geld om ook echte mensen naar te helpen. Dus ook, ze hadden dus geld meegekregen en toen zei hij van, dan kunnen de kinderen naar school. Want het kost gewoon 10 euro voor een jaar school. Maar die mensen hebben daar geen geld, want ze doen alles met ruilen. Ze hebben pindas op de tuin en ze ruilen het voor mango. Dus ik... Maar je zou kunnen zeggen van, als je eenmaal met geld begint, dan komen ze ook in aanraking met iets wat ook weer problemen kan veroorzaken. Nu doen ze alles met ruilhandel. Ja. Maar als je helemaal met geld gaat beginnen... Nee, maar ik zou eigenlijk dat geld dus eigenlijk willen... Ja, op de een of andere manier, hoe ik dat vorm moet geven, weet ik niet. Maar je zou het moeten doen met een Artsen zonder Grens of zo. Dat je dus iets kan betekenen voor de gezondheid van die stam. Ja. Want we willen het natuurlijk heel graag aan die stam geven. Ja. Ik laat zien, onze 15 minuten zitten er helaas alweer op. We hebben een flink stuk door hem gelopen. Ja. En wat ik nog even wou vragen, mijn laatste vraag. Wat is eigenlijk jouw motto in het leven? Nou, tevreden zijn met wat je hebt. En dat ben je? Ik ben dat wel, ja. Hartstikke bedankt voor dit gesprek.